Breda kan deze zomer beginnen met de uitbreiding van het stadion naar ongeveer 20.000 plaatsen. De gemeenteraad van Breda bereikte donderdagavond laat een unaniem akkoord over een investering van 11,5 miljoen euro in het Radverlegstadion. Volgens NAC-directeur Theo Mommers biedt de uitbreiding de club de kans om zich financieel in de subtop van het Nederlandse voetbal te handhaven.